Hier is uw presentator, Erwin Deswijzer. Hallo Parkstad, ik ben Erwin, ik ben in Bocholt. En ja, hier is de zomertreff, want de zomer is nog niet helemaal afgelopen in Bocholt. Ja, dan heb je de brandweer uit Bocholt en die staan hier gewoon klaar met een brandweerpak. Moet ik dat echt aan? Jazeker, jazeker. Oké, okay. Nou, ik ben benieuwd of het past. Hè. Ik heb lange benen, hè. Maar ja, we zijn ongeveer even groot. Komt dus goed, dat, ja. Komt goed. Goed, dan gaan we benen. Ja. Gewoon over de gewone kleren. Gewoon over de gewone, doen wij ook als brandweermensen. Ja? We gaan niet eerst andere kleren aantrekken. Okay. Zo, dames en heren, er wordt nou de broek aangetrokken. Zonder broek gaat niks. Normaal zijn er ook de laarzen bij natuurlijk. Ja. Zo, die jas aan natuurlijk. Ja, jas aan. Goh. En dat tijdens de zomertreff is wel warm, hè, jongens. Dat is en zwaar, hè. En dan doe je helm op. Ja. Ook met microfoontje, hè. Kun je ook, ja. Daar heb je ook een medicatie nou. Hallo Parkstad. Ja, oké. Okay. Ja. Dat ook nog. En wat is dat? Dat is de ademlucht. Oh ja, dat heb je natuurlijk. Ja, ja. Deze nog even. Oh, ja. Oh. Dat is. Ja, ja, dat is al een hele klus op zich. Ja, en dan moet je nog beginnen bewerken. Dat is, ja, wij moeten dit dus om binnen de minuut. Zo, de frame heen. Oh, dat zit heel erg strak. Ja, het plek is toe, hè. Ja, ja. Dan werd jij nog aangesloten, kristalzuurstof, hoor. Oh ja, oké, ja. Wel maar, jong. Meneer de Boer, hoe trots bent u op dit? Ik ben heel erg trots. Het zonnetje schijnt letterlijk en figuurlijk vandaag hier in Bocholt. De ondernemers, zeker 30 ondernemers, hebben de schouders gestoken onder deze zomertreff, dit prachtige evenement. In een nieuwe vereniging, Bocholt BJ, ja, ze hebben het fantastisch voor elkaar. Dus daar ben ik trots op. En dit verdient navolging. Ja. Dus volgend jaar weer? Gegarandeerd. Ja, zeg je zomertreff in Bocholt, ja, eigenlijk alles in Bocholt waar het gezellig is, kom je deze heren met de sjaaltjes ook wel tegen, hè? Ja. Als het gezellig is, dan zijn jullie er altijd bij. Ja, 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 sowieso, hè. Ja, dat is, ik zeg net, gezellig en dan zie je jou hier, hè? Ja, 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 en nog meer van die mensen met die rode plakken om en zo, ja, 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 ja. Wie zijn jullie ook alweer? Wij zijn de Geitenfokkers, de zanggroep. En wat vindt u van de muziek? Ja, is wel leuk zo, gezellig een glaasje bier drinken en wat lekkere achtergrondmuziek, ja. Want jullie zijn toch een zang- en zuipvereniging? Ja, 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 ja. Dus kunnen jullie ook nu meezingen? Ja, dat zou eventueel kunnen, ja, 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 ja. Daar komt de muziek en dan gaan ze, hoor. Schnee, 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 als op dansen wir. Ja. Ich und du. Du. En de rest ken ik niet. Ja, was... Schnee, volgens mij is hij ondertussen een heel ander liedje aan het spelen. Maar... Ja, heel mooi! Ja, geweldig, geweldig, geweldig. Ja, en naast allemaal foodtrucks heb je natuurlijk ook originele Bocholtse luie. Ja. Ja, en Carla en Adrie. Ja, klopt. Ja, dat weet ik, dat wist ik, hè. Heeft u dit allemaal zelf gemaakt? Ik maak het allemaal zelf, ja. Ja? Ja. Hoe lang ben je dan al mee bezig? Het ligt eraan een engeltje, ongeveer een dag. Dus dat valt wel mee. Ja, ja, ja. Maar dat zijn toch een aantal dagen hier, hè? Een paar jaar, nou wel. Oh, dat ik ermee bezig ben. Ja, ja. Ja. Verijs wij zich naar zo'n bouwveld, spekij en kerkrol. Met uitgestopt is fout te zien, maar weer ken ik niet gewoon. Hij is nou weer naar zijn bouwveld en hij staat weg dan rood. Met de bommeltrein, kille alle kanten uit.
Meneer staat hier ondertussen te zingen over een boemeltrein in Bocholt. Ja, die ding is een zumpenveld. En we waren straks over een aantal maanden. Dan waren we ook inwoner van de gemeente Zumpenveld. En ze had dus vandaag dat feestje, zal ik maar zeggen. Pap wil zich hier zingen, man wil zich het schilderijen ophangen. Nou, dan is het gezellig, want de mensen komen en zo doen de stonig hier te zingen. Hè. Ja. Maar dan zeg ik toch, kom in Zumpenveld wonen, maar eigenlijk is het natuurlijk Bocholt. Ja, het is Bocholt, ja, natuurlijk. Maar een beetje ris kan altijd. Ja, ik mag niet de gemeente vergeten. Hè. Dus, en Bocholt is natuurlijk, want het wordt dadelijk onze heimat. Hè. Ja. Bocholt. Ik ga even naar de dochter, want die deed het met ezels. Hè? Die deed het met ezels, ja. Ik ben wel benieuwd wat dat is dan. Ja, oké. Okay. Ja. Asinotherapie is ezeltherapie. Asino is ezel in het Italiaans. En dat kind zie je voor mensen met een beperking. En dat kind ook zien voor mensen die gewoon in hun dagelijks leven niet helemaal vooruit komen. Dat ze een bepaald doel willen halen en niet vooruit komen. En dan lijkt het een beetje op paardencoaching. Maar dan met ezels. En dan zit er nog een stukje humor bij. Want de ezels die zorgen toch altijd voor een leuke dosis humor. En dat in Bocholt, hè? Dat is in Bocholt, ja. Ja, want dat is hij in de buurt toch niet echt ergens, toch? Nee, ik moet wel zeggen, asinotherapie zelf is wel heel erg aan het groeien. Er zijn echt heel veel bedrijfjes in Nederland die daar nu met aan het starten zijn. Dus het is niet meer uniek. Maar hier in het dorp is het nog niet zo heel veel, nog niet zo heel veel gedaan. Ja, en ze hebben zelfs een heuse fototocht. Ja. En ik zie hier hashtags BochusB en BochusSelfie. Tijd voor wat BochusSelfies. Ja, en ik sta hier bij de eerste locatie. Dat is, kijk hier, dat dikke kei. En dan moet je dus een foto maken. En dat kun je trouwens ook nog komen doen. Hè. Die staat hier toch al jaren. Dus als je zoiets hebt, ik wil met dat dikke kei op de foto, kom ik gewoon naar Bocholt. Hè. Maar oké, ja, wacht. Dan ga ik even leuk staan. Ja, en zo, de laatste selfie. Oh, wacht. Dat moet ik zo doen. Hè. Met de kerk van Bocholt. Ja, dan heb je een paar mooie plekken wel gezien, hè? Nou, zo Parkstad. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!